En leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe vlog. Hierop is Ultrex, de enige echte. Het is weekend eindelijk en ik heb mijn nieuwe Feyenoord shirt aan die ik gisteren gekocht heb. Ik had het in de vlog, gisteren had ik het er al over. Ik heb een nieuw Feyenoord shirt gekocht en dat is het trainingsshirt van dit seizoen. Helemaal het geel. Ik vind hem, dit is het nieuwe shirt. Ik heb hem gekocht. Helemaal het geel. Echt een prachtig shirt. Ik ben helemaal gek op geel. Dus ja, toen ik zag dat het trainingsshirt helemaal geel was, had ik zoiets van, hé, die wil ik hebben. Ja, ik vind hem wel heel mooi. Current erop. Logootje. Adidas. Alleen hier mis ik dan nog de ster. Die staat niet op het trainingsshirtje. Nou, het is weekend. Jullie hebben gisteren de Feyenoord vlog gezien. En de Feyenoord open dag vlog. En ja, ik ben inmiddels al weer een paar dagen verder. Als jullie dit kijken, ben ik alweer een paar dagen verder. Maar ik ga het morgen. Deze video is vrijdag opgenomen. En ik ga morgen naar de Efteling samen met Ramon en met Kevin. Ik heb er heel veel zin in. Er zullen heel veel mensen zijn. Dus ik ben reuze benieuwd wie ik allemaal tegenkom en wie ik allemaal ga zien. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Ik zie ook dat mijn batterij bijna leeg is van mijn camera. Dus natuurlijk nog van gisteren. Gisteren heb ik natuurlijk had ik maar één batterijpack gebruikt, maar die is wel helemaal op. Dus ik ga in ieder geval. Ga ik morgen ook weer vloggen. Ik ga er een vlog over maken. Ik zorg dat alle drie de batterijpacks weer helemaal opgeladen zijn. En dan komen ze, als het goed is, komen ze om 12 uur komen ze hierheen. En dan gaan we richting Efteling. We gaan niet vanaf het begin. We gaan pas in de middag gaan we er pas heen. Omdat ja, we komen toch eigenlijk alleen maar voor het 9 Pleinenfestijn. En ja, we gaan dus pas om 12 uur vertrekken. Dus dan zijn we ongeveer 1 uur. Zijn we pas in de Efteling. Maar dat is niet erg. Het is inmiddels nog steeds bloedje heet. Ik ga dadelijk even op je eten. Ik ben nu bezig met de vlog die jullie gisteren gezien hebben. Die ben ik nu aan het renderen. Kijk, dat is hem. Hij staat weer te renderen. 6% staat hij. Dus die gaat renderen. Die ga ik dadelijk gelijk online gooien voor, ja, voor morgen. Als jullie weten het. Het is een paar dagen van tevoren opgenomen. Ik zat een beetje in tijdnood. Jullie weten het. Ja, het wordt een druk weekend. Efteling, zaterdag met Kevin en Ramon. En zondag is het de Tilburgse kermis samen met Ramon. Ook Kevin en ook Rianne gaat mee. Nou, ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Ik ben nog nooit op de Tilburgse kermis geweest. Dus ik ben reuze benieuwd ja, hoe het is, hoe het gaat worden. Ik heb alle video's, jullie hebben het gezien, heb ik op 5 uur gezet. 5 uur komt er dus elke keer weer een vlog aan. En ja, in ieder geval heb ik er heel veel zin in. Ik zat al een hele week zat ik al eigenlijk van wanneer is het nou weekend? Want ik heb echt zin in dit weekend, want dit wordt echt een, ja, een van de leukste weekenden wordt dit, ja, die ik meemaak. Natuurlijk twee ontzettende leuke dingen om te gaan doen. En ja, we hebben er enorm veel zin in. Ik ga het eventjes, nog eventjes wachten op mijn video. Dat zal nog wel even duren voordat hij klaar is met renderen. En dan ga ik hem uploaden. En ik ga het zo even op je eten. Dus ik ga hem even neerleggen. En dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo. Zo, goedemorgen. Nou, het is 10 uur. En ik heb... het is 10 uur. En ik heb gisteren niks meer opgenomen. Ik was hartstikke moe. Gisteren nog eventjes wezen tanken alvast. Zodat ik dadelijk gewoon in één keer weg kan rijden. Niet eerst weer naar de benzinepomp. We kunnen gewoon gelijk vanaf mijn huis kunnen we gelijk doorgaan naar de Efteling. Want vandaag is het zover. Vandaag gaan we weer lekker naar de Efteling toe. Ik heb er heel veel zin in. Ik
gaat zo even de katten eten geven. Ik moet me eigenlijk nog scheren. Ik heb een baardfeet in Tokio. Ik ga nog even lekker onder de douche eventjes. En dan is het zover. Dan gaan we eindelijk naar de Efteling weer. Ik heb vorige week natuurlijk even een weekje dat ik niet kon. Daar ben ik even niet geweest. En nu, ja, het is weer zover. We gaan weer lekker naar de Efteling. Er zouden een hoop mensen komen die ik ken van YouTube en zo. Dus dat is wel ontzettend leuk. Ontzettend grappig ook. Ja, ik heb er heel veel zin in. Kevin gaat mee, Ramon gaat mee. Ja, jullie weten het allemaal al. Hè? Jullie weten het allemaal al. En dan vanavond weer het Negen Pleinenfestijn. Waar ik natuurlijk ook naartoe ga. En ja, vooral het Steenbokplein en Carnaval Festivalplein. Dat is wel ontzettend gezellig. Dus we gaan vandaag wel kijken. Alle batterijen zijn opgeladen. SD-kaartjes zijn leeg. Dus ik ben er helemaal klaar voor om naar de Efteling te gaan. Ik heb er echt heel veel zin in. Heel veel zin in. Nou, dit was even de vlog voor vandaag. Ik heb verder niet echt veel meer te melden. Dus het is even een hele korte vlog. Maar in ieder geval, vonden jullie deze vlog leuk? Doe even dat duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer natuurlijk op It's Ultrex. En morgen kunnen jullie de Efteling vlog zien van, ja, van afgelopen zaterdag. Die kunnen jullie morgen zien. Dus zeker weten, hou mijn kanaal in de gaten. Druk op de notificatie, want dan word je altijd op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. Even het veetje aanklinken, klikken. En dan komt alles weer helemaal goed. Jongens, allemaal de groetjes van deze kant. Ik ga het alles klaarzetten. Ik ga even onder de douche. Ik ga het eventjes bijna scheren. Ik ga eventjes ervoor zorgen dat ik om 12 uur helemaal klaar sta. Want om 12 uur gaan we even trekken naar de Efteling. Dus ik ga er vandoor, de groetjes allemaal en ik zie jullie morgen bij de Efteling vlog hier op It's Ultrex, hier op mijn kanaal. De groetjes allemaal en jullie weten het allemaal, skabidi, skabidoo, skabidabidoo. Paf.